Hey, laten we even cool. doorgaan naar een hele ander soort game. Dat is Call of Duty Black Ops 6. Die komt, als je dit aan het luisteren bent, op de donderdag morgen uit. Hoe is jullie hype level voor deze game? Ik heb er namelijk best wel weer zin in. Die, die ja, beta, die e beta ja, gespeeld, sorry. die voelde goed. Ja, ja, en ik heb zin best. in die singleplayer ook, om daar even een weekend doorheen te rammen. Zombies ja. heb ik zin in. Multiplayer heb ik zin in. Ik heb in alles zin van deze Call of Duty. Ja, zombies boeit me echt niet. Maar de, de, uh, mij persoonlijk niet. Maar de, die game, ik kijk daar zo naar uit. Het is echt lang geleden yeah. dat ik hype heb gehad voor Call of Duty. Yeah. Ik heb het en zalden. dit is echt weer de eerste dat ik gewoon echt denk, oké, okay, y'all cooking. En ik merk ja. het ook in mijn omgeving een beetje. Want dat is... Oh ja, dat, jij tweette dat. Van, dat je de hype niet voelde. Ja, nou, dat wilde, daar wil ik het over ik hebben. Ik heb letterlijk het tegenovergestelde. Ik, ik denk omdat ik zelf een beetje uit de loop ben dit jaar of zo. En ook omdat Modern Warfare 3 een beetje mijn spirit heeft gebroken vorig jaar. Dat ik denk. gewoon ook zelf in mijn algoritme <laughs> of zo niet heel veel daarvan zie. En toen had ik... Ja, voor mijn gevoel was, de, was, de, was er niet heel veel buzz omheen of zo. Maar... Als ik ja, als ik inderdaad verder kijk. En inderdaad die volgens mij de reveal trailers, de meest bekeken Call of Duty trailers. Call of Duty trailer ooit. Ja. Ja. Ja, ja, nee, ik vind het interessant. Hype, dude. Want ik had het gevoel dat Modern Warfare, die, die reboot, was echt wel weer een moment of zo van hey, we, Call of Duty herpakt zich, nieuwe engine, nieuwe stijl, gratis maps, crossplay, alles. Nee, ik, ik kan jou een voorbeeld Ik snap wat je gaat zeggen. Ik kan je een voorbeeld ja. noemen van hoe ik weet dat deze weer hype heeft ik word wel eens gebeld over Call of Duty door NOS of de radio NPO Radio weet je wel ja en dat is heel lang niet gebeurd en dit jaar ben ik weer meermaals gevraagd over Call of Duty wow. uh, vanwege die rechtszaak maar ook dat uh, nieuws over dat hij in Game Pass zat heeft ANP gehaald en dan wordt het gewoon landelijk wordt gewoon veel overgenomen en dan maakt het niet eens uit of die game goed of slecht wordt weet je wel dan betekent dat yeah. heeft gewoon even in de heeft gewoon even die buzz en dat is voor Call of Duty dat is een van die games die dat kan doen. Weet je wel? FIFA is ja. ook zo'n game die dat kan ja. doen. Fortnite kan dat doen. En Call of Duty doet dat nu weer. En dat zegt mij, maar misschien jij weet dat beter. Of jij weet dat ook. laat ik het dan zo zeggen, uh, Martin. Van, ja. Ik heb het gevoel dat dit weer een beetje. Ja. Nee, ik, ik heb dat ook. Ik heb namelijk een vast uh, item op uh, Slam. Uh, radiozender over uh, tech en videogames. En uh, de afspraak is eigenlijk: oké, okay, we checken even in als er wat is. En er zijn altijd een paar momenten per jaar dat we dat doen. Dus afgelopen weken, uh, naar iPhone 16 was zo'n moment. IFC uh, 25 was zo'n moment. En gisteren uh, zat ik in Central Park ook met ze te bellen, want Call of Duty Black Ops 6. Is ook zo'n moment. En ja. Dit wordt wel weer een van de grote releases uh, van dit jaar. Ik had hetzelfde met wat Jack had uh, met, uh, met de Modern Morphin vorig jaar. Ik was er gewoon een beetje klaar mee, maar nu begint het echt wel weer te, te leven. Ik heb het gevoel dat iedereen die Beta ook wel tof vond. Ja, maar, die viel goed in de smaak. Ja, Heel goed. dat, dat ja. daarom iedereen wel weer een, uh, uh, een beetje warm begint te lopen. Uh, de mensen die het echt veel spelen, ik volg dan in een beetje uh, wat hij dan aan het doen is. Want hij speelt die game echt van binnen naar buiten. Nou, hij en is Call of Duty expert. Hij is ja, echt een Call of Duty expert. Nou, hij is ook pro geweest. En um, ja, ook hij is er positief over. En wij gaan ook um, hij komt uh, vrijdag komt hij bij ons langs in de, in de studio. Gaan we uh, wat content met hem maken. Gaan we hem ook helemaal uithoren. uit horen. Want hij weet er echt alles van. Um, ja. Maar als hij enthousiast is, ja, dan word ik ook wel weer enthousiast en ik, ik heb gewoon echt een zin om die game te gaan spelen. Juist, ik wil ook die, die singleplayer gaan spelen, die, die, die Golfoorlog, ja, die storyline. Ja. Ik leid. heb er nog nooit een niet gespeeld. Ik heb gewoon alle Call of Duty's altijd allemaal gespeeld. Nou, ik denk van vorig jaar heb ik bijvoorbeeld de singleplayer helemaal niet gespeeld. Alleen de nee, multiplayer. Dat, dat begrijp ik. Ja, maar, was... maar, maar is misschien daarom niet de hype terug? Omdat we een tussenjaar hebben gehad. Want heel veel mensen hebben zoiets gehad van ja, yeah. die ga ik niet eens proberen. En wat natuurlijk ook echt een hele grote rol speelt, is dat hij op Game Pass staat. Ja. Dat, dat gaat natuurlijk wel. Die game gaat echt inzeet veel gespeeld worden. Ik denk het ja. ja. En er zijn. Ik, ik vind het inhoudelijk niet eens een hele interessante kot. Maar het, ik denk inderdaad dat de, dat de omstandigheden nu wel goed zijn. Vorig jaar met die singleplayer. Jij ja, ja, zegt dat nou, hè? Maar de multiplayer. Ja. Als je hem speelt. Kun je, je hebt beter gespeeld, toch? Ja. Maar vond je niet die omnidirectional movement die nieuw is? Als je eenmaal ligt wat je daarmee kan. Ik zie dat niet meer uit Call of Duty verdwijnen. Misschien nou, niet uit Black Ops, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Fair, ja, fair. Ik achteraf dus, gezien, denk ik dat het misschien een, een groter dat het groter werd gemaakt dan het is of zo. Maar het is een redelijk fundamentele verandering voor Had dat voor het nou situatie. ook doorgevoerd worden in Warzone. Ja, dat is de vraag. Daarom zei ik het vooral op Black Ops. Want dat is dus iets mij wat wel. Ik niet begrijp dat hou ik me niet mee, mee bezig. Ik weet dus niet hoe die mechanic zeg maar, ja, volgens mij uh, seizoen 1 is, is nu gelekt. Volgens mij staat hij op iets van 14 november gepland. En dan uh, moet de knop om van oké. Okay, we krijgen ook Warzone content, uh, Black Ops 6 content in Warzone. En volgens mij gaan ze Blijf. ook die Omni-Movement toevoegen. Want voor wie het niet weet wat het doet, is en het is echt. Ik dacht, oh, dat is wijs zichzelf, maar dat is dus niet zo. Je moet het echt nee. jezelf leren. Zeker als je kalf of Duty gewend bent. Best wel pittig, maar je kan dus in theorie à la max Payne, gewoon een kamer gewoon binnenduiken via de deur. En dan terwijl je het zeg maar zo. Vzz, als een soort speer als een door de lucht vliegt. Kun je gewoon helemaal 360 graden om je heen kijken en gewoon iedereen gewoon lekker uh, doodschieten. Dat is wel sick. Ik voelde me echt badass als ik dat eenmaal doorhad. Het ja. lukte me niet veel, maar toen het één keer lukte dacht ik Yeah. Fuck yeah. Rondbeen.